Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik het met jullie hebben over mijn Reborn Spelenstash. Dus weer even een update van, want ik heb weer helemaal omgegooid en veranderd. Zoals jullie kunnen zien heb ik al wat paasdecoraties staan in mijn Reborn Nursery. Nou, waar ik het in heb staan staat achter dit boompje, dus ik ga dit even opzij halen. En dan laat ik jullie zometeen mijn Reborn Stash zien. Van de speentjes. Ik heb de speentjes nu in dit transparante ladeboxje zitten. Ik dacht dat het wel zo erbij kon, maar dan zal ik ook dit nog even aan de kant halen. En dan pak ik hem zo bij. En ik vind dit er dus wel heel mooi en ja, apart uitzien. Dat je gewoon ook al de speentjes al zo kan zien. Ik zeg eerlijk, ik heb iets te veel speentjes voor alleen deze vier lades. Maar deze bakjes zijn helaas niet meer te kopen bij de Action. Dit formaat, ze hebben nu wel andere bakjes, die zijn breder. Maar ik zou dan weer nog graag hetzelfde formaat willen, dat je er dan nog één bovenop zou kunnen doen. Maar dat even terzijde. In de eerste lade, oh en hij piept een beetje, sorry voor het gepiep van de lades, maar ik kan daar verder niets aan doen. Zitten de speentjes van Doetie. En ik vind het ook gewoon heel mooi dat je ze nu gewoon echt zo heel duidelijk kan zien. En dat het niet gewoon allemaal op elkaar op een hoop ligt. Deze speentjes die zijn aangepast. Die heb ik dus zeg maar kleiner geknipt. Anders zou Toetie ze niet in kunnen. Deze is ook een aangepaste speen. Een speen aanpassen is eigenlijk heel makkelijk gedaan. Daar kan je gewoon zo'n heel klein schaartje voor gebruiken. Zo'n hobby schaartje. Met een scherp puntje. En dan moet je wel even goed afmeten welk stukje er af geknipt moet worden. Dat hij dan naderhand goed past. Maar je kan het gewoon echt zo heel makkelijk afknippen. En dan elke keer wel een klein stukje afknippen. En dan elke keer passen of die al goed past. En dit is dus die van Toetie, het aangepaste speentje. Nou, deze. Ik weet eigenlijk niet meer waar ze vandaan komen. Ik wilde het eerst zeggen. Deze weet ik wel. Die had ik bij de Op is Op gekocht. De Op is Op zit niet meer bij mij in de buurt. Ik weet niet of ze nog wel winkels hebben. Dus hou me te goede. Deze kan van het Kruidvat. Deze van het Dierheide Blijdorp. En dan heb ik deze heb ik eens een keer bij het Kruidvat gekocht. Dan zijn dit ook nog Toetie haar speentjes. Een Nux speentje. En dan een met Papa is the Best en I Love Mama. En die heeft ook, de I Love Mama heeft ook een bijpassend speenkoord. En hiernaast heb ik nog een speenkoord liggen voor mijn meisjes Reborns. En dan een lavendelkleurig speentje. Nou, dan komen we nu bij de onderste twee laden. Daar zitten de spenen voor Nikki in. Dat zijn deze spenen. Ik heb ook wel spenen voor Lizzie, Daisy en Zoe. Maar dat zijn aangepaste spenen, zeg maar van die poppenspenen. En die kunnen niet echte babyspenen in. En dit zijn een Nikkie's spenen. Die heb ik een aantal van de Action. Kruidvat, Op is Op. Nou, en noem maar op. Ja, gewoon bij verschillende plekken zijn deze spenen van. Dus van verschillende winkels. En dan in de laatste lade. Deze speentjes. Nou, gewoon weer van het Kruidvat en Action. En dan heb ik hier ook nog van een Nikkie een speenkoord in liggen. Hij heeft gewoon één speenkoord. Want ja, hij is in wezen toch de enige jongens Reborn die een speen in kan. Dus dan heb ik eigenlijk ook mijn speenkoord nodig, denk ik dan bij mijn eigen ja. En dit is dus het probleem als de lade wat te krap is. Omdat er nog iets naast ligt, omdat ik geen andere lade voor heb. Nou, de lade is dus niet goed dicht. Nou, dan wil ik even een beetje passen en meten. En dan gaat hij nog niet dicht. Oh. En dan hopelijk gaat hij nu wel dicht, ja. En dat is dus hoe ik mijn Reborn Spenenstash nu op dit moment heb opgeborgen. Dus zoals jullie konden zien, een aantal van mijn spenen voor mijn Reborns heb ik aangepast voor Toetie. En ik zie nu ook dat er één speentje ontbreekt. En ik zou eerlijk zeggen, ik weet echt niet waar die gebleven is. Dat is die kleine roze Nuxpeen. Die had ik ooit voor, als ik het goed heb hoor, van het merk. Maar dat was een roze speentje voor een prematuurtje met vlindertjes erop.
Maar die is dus volgens mij ergens naartoe verdwenen waar ik niet weet dat hij naartoe verdwenen is. Maar die komt gewoon eens een keer terecht als ik hem ga zoeken. Dat dus. Maar dit was dus mijn Gibor's Penis Test. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!